Zonsondergang op Schiphol betekent nog niet dat de werkdag zijn einde nadert. Want ook 's avonds en 's nachts is onze nationale naderingsverlichting van de startbanen, die bij slecht zicht nog wordt versterkt met een groot aantal schuin omhoogstralende schijnwerpers, opdat de vliegers zich beter kunnen oriënteren. De technici van de luchthavendienst zijn voortdurend paraat. Elke nacht maken ze hun ronde langs de ondergrondse transformatorstations die bij elke baan gebouwd werden en waarin zich de ingewikkelde elektrische apparatuur van de startbaanverlichting bevindt. Sinds enige tijd worden op Schiphol proeven genomen met een nieuwe flitsverlichting die de vliegers op grotere afstand attent maakt op het begin van de slecht zicht naderingsverlichting die uit niet minder dan 579 schijnwerpers bestaat. De bemanning blijft in voortdurend radiotelefonisch contact met de verkeersleiding. Mocht het experiment met de flitslampen slagen, dan zullen de mogelijkheden om ook bij slecht zicht op Schiphol te landen weer groter zijn geworden.